Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken van het noorden uit wat meer wolkenvelden over het land en er kan zelfs wat licht gespetter voorkomen. Dat is met name in de zuidelijke helft van het land het geval en in de loop van de ochtend begint het in het noorden al wat dunner te worden met die wolken en klaart het af en toe wat op. Temperatuur in de ochtend rond 14 graden, vanmiddag komt er niet heel veel meer bij, uiteindelijk wordt het 15 of 16 graden. Meest matige wind uit de noordelijke richting in de kustgebieden, af en toe zelfs vrij krachtig. De zon breekt van het noorden uit vaker door en het is weer op de meeste plaatsen droog. In de avond klaart het breed op en dat is de opmaat voor een frisse nacht. Met temperaturen in het binnenland rond 2 graden en vlak aan de grond kan het zelfs wat vriezen. Dan gaan we naar de zaterdag. Dan schijnt de zon vooral in het midden flink. In het zuiden dikkere sluierwolken en in het noorden af en toe wolkenvelden van zee. Wind uit uiteenlopende richtingen stelt weinig voor. Temperaturen liggen rond een graad of 15. En neerslag is niet aan de orde, net als zondag. En dan wordt het 15 tot 17 graden. De wind is wel wat meer merkbaar. En aan het eind van de zondag begint de bewolking dikker te worden. Maandag en dinsdag kans op wat lichte neerslag. Maandag 12 graden in het binnenland. Dinsdag lopen de temperaturen weer wat op. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl